Vandaag laat ik je zien hoe je op de barbecue een dunne steak het allerbeste kunt bereiden. Hoi, ik ben Dennis, dit is Noskos Barbecue en vanuit mijn achtertuin laat ik zien hoe ook jij beter kunt barbecuen. Vandaag maar weer eens steaks maken op de barbecue. Dit keer niet van die hele dikke, ik heb wat dunnere meegenomen. Entrecoos bij Beef & Steak, echt hele mooie. Alleen dunnere steaks vragen om een iets andere bereiding dan een dikke steak. Bij een dikke steak doe je reverse sear. Bij een dunne steak doe je dat niet. En dan zijn er nogal wat dingen waar je op moet letten om tot een goed eindresultaat te komen. Eigenlijk zijn dunne steaks het allerlastigste om te bereiden op de barbecue. Dus ik geef je wat tips en tricks mee waardoor het gewoon goed komt met zo'n steak. Dus laten we als eerste de keuken induiken. Dan gaan we daar beginnen met het voorbereiden. Nou, de steaks waar we vandaag mee aan de slag gaan zijn entrecoos. Deze jongens van Beef & Steak zijn grain fed Uruguayans. Dus het laatste tijd van hun leven hebben ze een dieet gehad van granen. Waardoor je van die kleine spikkeltjes vet in het vlees krijgt. En ik ga ze even uitpakken. Uit de folie ziet de steak er dan zo uit. Je hebt een mooi mager stukje vlees. Heel erg zacht is dit. Het is niet echt werkvlees. En een heel mooi stukje vet. En dat vet dat geeft weer smaak aan het vlees straks. Dat loopt er een klein beetje overheen en zo. Ja, als je niet van vet houdt, kun je dat eraf snijden. Maar doe dat dan na de bereiding. Je kent deze snit misschien ook uit de T-bone steak. Dan zit er een bordje zo. En dan zit hier nog een stukje vlees, dat is dan de ossenhaas. En dit is de entrecote. Of de strip steak, of de New York strip steak. Zo gaat hij in Amerika vaak door het leven. Allemaal de naam voor hetzelfde stukje vlees. Nou, deze moet natuurlijk in de kruiden gezet worden. En er zijn een aantal opties voor om dat goed te doen. En er zijn ook methodes waarbij dat niet zo goed is. Dus laten we die even doornemen. Bij het kruiden van je vlees heb je een aantal keuzes te maken. De allereerste is, hoe ver van tevoren doe je dat? Als je zout op je vlees doet, dan onttrekt dat zout vocht aan het vlees. En dat heeft een tijdje nodig, 20 minuutjes of zo, dan heb je daar wel aardig wat vocht uitgetrokken. Als je in die tijd je vlees op de barbecue gooit, dan verdampt dat vocht meteen en ben je het kwijt. Als je dat nou langer laat staan, dan vormt dat zout met dat vocht een pekeltje. En dat vlees wil een soort evenwicht tussen zout binnen en buiten en die trekt die pekel weer naar binnen. En dan wordt dat vocht weer opgenomen en dan zit het weer in je steak. En het heeft zout meegenomen, dat geeft meer smaak, meer diepgang aan je steak. Dus na een minuut of 40 is dat weer allemaal ingetrokken. Zeker bij zo'n dunne steak heeft dat niet veel meer dan een uurtje nodig. Dus 40 minuten tot een uur, dan is dat goed. Denk je nou van, ik heb eigenlijk geen tijd. Als je hem heel kort van tevoren zout of kruidt, dan heeft dat zout geen tijd om vocht eruit te trekken. En dat kan ook, alleen zit die smaak dan niet in je vlees. Dus dat is een afweging die je moet maken. Dus of heel kort van tevoren zouten en dan gelijk erop. Of ruim van tevoren een tijdje laten staan. En op die manier krijg je dan wat meer smaak en diepgang aan je vlees. Die keuze is geheel in jou. Dit keer kies ik voor de langere methode. Dat geeft een wat beter resultaat naar mijn bescheiden mening. Dus weten we dat. Dan, wat gaan we erop doen? Zout en peper, alleen zout, een kruidenmix. Puristen worden helemaal gek als je zegt een kruidenmix. Ik ben daar vrij makkelijk in. Als het lekker is met een kruidenmix, dan gooi je er een kruidenmix op. Speel daar vooral mee. Laat je niet gek maken door anderen. Je kan alleen zout doen. Dus die soort dry brine, pekelachtige methode. Je kan je peper achteraf doen. Probeer het allemaal uit en kijk wat voor jou het beste werkt. Ik vind zout en peper vooraf het lekkerste. Dus dat is wat ik altijd doe. We hebben dus dit keer gekozen voor alleen zout en peper. Plaats ik mijn steaks op een rekje. Dat vind ik een hele handige bereiding voor deze dry brine methode, dat ruim van tevoren zouten. Want dan kan de lucht eromheen, wat ik al eerder vertelde, dat zout dat trekt wat vocht uit het vlees. En als dat ergens op ligt, dan loopt dat weg en dat is zonde. Dus als je een rekje hebt, gewoon een bankrekje, kan prima, dan gebruik je dat. Want dat komt alles ten goede. Nou, dan mag zout op. Ik gebruik Baleine zeezout. Fijn. Ik krijg daar vaak vragen over. Dat mag best ruim zijn, want het trekt erin en dat verdeelt zich gewoon door het vlees. En ik doe er meteen wat peper op. Ook hier weer, die peper kan mee met het zout, die smaak een beetje naar binnen. En dat kruidt je vlees al wat extra. Nou, dat herhaal je voor de andere kant. En je hoeft niet bang te zijn voor verbrande peper. Dat is ook zo'n oude wijvenverhaal wat de ronde doet op internet.
Die peper die geeft bij een bepaalde temperatuur een stofje af, peperine. En dat geeft extra smaak aan je vlees, dus daarom doe ik altijd peper vooraf. Staan deze in de zout en peper. Gaan we ze in de koelkast zetten en dan mogen ze gewoon een tijdje staan. Dan kan dat proces, dat pekelproces van dat vocht eruit trekken en er weer in trekken, kan zich voltrekken. Een minuutje of 40 tot een uurtje. En dan hebben we onderhand mooi tijd om de barbecue aan te steken. Dus deze de koelkast in, gaan wij naar de barbecue. Nou, ik ga mijn steaks grillen vandaag op de Weber Master Touch Premium. Ja, ik heb zo'n grill grate erin. Dat is zo'n gietijzeren rooster. Heb je dat dan niet? Geen man overboord. Het kan ook om een gewoon rooster. Verder heb ik in het midden dus mijn bakjes gezet met kooltjes. Je kan ook naar één kant of een half rooster met kooltjes doen. Doe het om een Kamado. Dan kun je een soort indirecte opstelling maken als je die mogelijkheid hebt. Daar kun je ook kolen aan één kant aansteken en dan aan één kant een warme zone creëren. En een wat koelere, veilige zone, zoals hier bij de Weber. Daaromheen, waar je je steek naartoe kan doen. Mocht het te hard gaan en hij is nog niet helemaal gaar, kun je hem daar naartoe verplaatsen en dan kan hij daar rustig doorgaren zonder dat hij te veel directe hitte krijgt. Deze is wel goed op temperatuur. Echt heel erg heet, dus dan mogen de steaks erop. Dan hoor ik je denken, hey Dan, wat is dat nou? Dat vlees dat komt zo uit de koelkast, kan dat zo op de barbecue? Nou, die barbecue is 225, 250 graden. Ja, dat vlees, of dat nou 7 graden is of 14 graden, dat maakt niet zo gek veel verschil. Dat is procentueel heel weinig. En ik heb ook wel eens een bevroren steak gegrild. Dat kan ook. Je kan gewoon een bevroren steak op je barbecue gooien. Nadeel daarvan is dat je geen zout en peper en zo toe kan voegen vooraf de bereiding. Maar ook dat geeft een onwijs goed resultaat. Dus maak je daar niet vooral te druk om. Pak hem zo uit de koelkast en gooi hem op de barbecue. Het resultaat is er niet heel veel anders om. En het scheelt je een hoop ellende. Dat vlees hoeft niet open en bloot op een aanrecht te staan waar allerlei dingen erbij kunnen. Voedselveilig is het beter. Dus gewoon uit de koelkast op je barbecue. Het heeft nog een ander voordeel. Je vlees is iets kouder. Dus voordat het op temperatuur is in het midden, duurt het net wat langer. En daardoor kun je dat korstje net wat mooier krijgen aan de buitenkant. Dus door met kouder vlees te beginnen, kan je een mooiere korst op je steek krijgen. En dat is gewoon lekker daar, want die korst, dat is heel veel smaak. Dus we gooien hem zo vanuit de koelkast de barbecue op. Nou, op het moment dat je ze erop legt, dan kleven ze meteen vast. En ja, ik vind dat niet echt een probleem. Als je heel veel vlammen krijgt, kun je de deksel dicht doen. Want ja, dat vetrandje, dat zal wat vet laten druipen in je kooltjes en dat gaat ontbranden. Dus doe de deksel dicht, laat dit even rustig 2 minuutjes staan en dan keren we ze om. Temperatuur waarop we werken, 250 graden of heter. We willen het eigenlijk heel snel doen en kort. Het zijn maar hele dunne steaks, dus dat moet vrij vlot gebeuren. Nou, je ziet aan de thermometer, ik zit op 225 graden en het loopt nog iets door. Dat is een hele mooie temperatuur hiervoor. Tijd om ze om te draaien. Je ziet, ze zijn later vanzelf los. Ja, en dat wil je. Mooie grillstreepjes. En dan mag die dicht. Gaan we zo meteen het belangrijkste doen. Dat is de temperatuur meten. Ik gebruik ervoor een thermapen. Die is heel erg snel. En dat heb je ook nodig, want het zijn dunne steaks. En het gaat heel erg snel eerst gaar zijn. Dus een thermometer die snel uit kan lezen, zoals een thermopen, is daar ideaal voor. Nou, hij is 39 graden. Dus ze hebben het nog even. Deze steaks zijn gaar bij 50 graden. Misschien zelfs wat eerder, want ze schieten nog door. Ze krijgen nu heel veel warmte. Dus ik zou ze bij 48 graden of zo eraf halen. En we gaan zo even kijken naar de onderkant. Als die er mooi uitziet, dan leggen we ze opzij. En als ze al gaar zijn, dan mogen ze er gewoon af natuurlijk. Nou, ze zijn er nog niet. Even kijken hoe de andere kant eruit ziet nu. Nou, qua grillstrepen denk ik dat ze heel erg mooi zijn. Veel meer wil ik eigenlijk niet. Dus leg ik ze naar de zijkanten. En dan kunnen ze daar rustig doorwarmen. Zonder dat ze te warm worden. Want anders, dat is ook zonde.
meten we weer even. 48 graden, een beetje heet boven het vuur. Mag deze jongen eraf? Alvast. Even bij deze kijken. Nou, 48 graden, die is er ook mooi. Mag die er ook af. En dan zijn ze klaar. Laten we ze even rusten, een minuutje of vijf. En dan kunnen we ze aansnijden. Nou, je ziet het. Ja, het heeft helemaal niet veel tijd nodig om zo'n ding gaar te krijgen. Een minuut of vier. Dit is eigenlijk de allerlastigste steek, omdat het moment waarop die gaar is heel klein is. En ja, als je hele dikke steek hebt, dan duurt het allemaal wat langer. En dan kun je dat wat makkelijker uitvogelen. Maar ja, nu is dat dus niet het geval. Dat rusten doen we weer op een roostertje onder een theedoek. We hebben net dat korstje gemaakt en dat willen we zo goed mogelijk houden. Op die manier kan die steek gewoon rustig op temperatuur blijven. Als je folie doet, gaat dat stomen. En met een theedoek heb je daar geen last van. Dus dat is een manier om nog een beter resultaat te krijgen. En na het rusten gaan we hem aansnijden. Nou, en als je hem dan aansnijdt, dan is dit het eindresultaat. Ja, daar zit een heel klein grijs randje in, maar dat ontkom je niet aan. Er moet heel veel hitte op losgelaten worden om dat mooie korstje erop te krijgen. Dus ja, je zal altijd iets van zo'n klein grijs randje hebben. Maar de rest van de steek is hartstikke mooi. En hij is verschrikkelijk lekker. Dus dit is de ideale manier om een dunne steek op de barbecue te garen. En ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Heb je dat? Vergeet deze video dan vooral niet te liken. Ja, je kan ook abonneren op mijn kanaal als je meer van mijn video's wilt zien. Heb je vragen, doe dat dan in de reactie hieronder. Heb je hele uitgebreide vragen over het barbecue, dan is er het barbecuegenootschap, mijn forum. Op social media ben ik te vinden, Noskos Barbecue. Daar kun je een beetje door de week zien wat ik allemaal uitspook. En kun je geen genoeg krijgen van barbecuen, dan is er ook nog de podcast Vurige Verhalen. Die doe ik samen met NasQube Barbecue, Marcel van het NasQube Barbecue kanaal hier op YouTube. En heb je eens in de 14 dagen een leuke aflevering over een barbecue onderwerp. Nou, was dit het weer voor deze week. Ik zou zeggen, tot de volgende.